Happy Valentine's Day. Gelukkige Valentijnsdag. Een hele goede dag. Welkom op deze frisse en vrolijke dinsdag. Aankomende vrijdag is het... Valentijnsdag! Yay! En daarom geen gierengastvideo, maar een gullegastenvideo. Ja, en we gaan de fruitjes in het zonnetje zetten, hè? Ja, we gaan de fruitjes blij maken. Zeker. Wat wil je hebben, een bloemetje? Heb ik al. Oké, laten we beginnen. Nou, heeft u misschien replay for him and her? Ik heb zowel mannelijke als vrouwelijke relaties. Ze zijn vandaag bij de Ethos in aanbieding. Wellicht als deze video online komt nog steeds. Haal hem ook voor jezelf of voor je vriendin, want het is een soort Valentijn. Ik ga dat ook doen, alleen doe ik het bij andere mensen die ik niet ken. Ik ga ze gewoon verrassen. Leuk. Hallo. Heb je heel toevallig al een vriendje? Helemaal goed, ik wel online. Oké, nou ja, dat is helemaal niet jammer genoeg. Dat is hartstikke mooi. Heb je al een Valentijns cadeautje voor hem? Nou, kijk, dit is een replay parfum voor hem. Hoef je geen Valentijnscadeautje meer te... Waarom? Gewoon? Waarom wil je hem zelf? Ik wil de liefde een handje helpen. Maar waarom? Hoezo niet? Je kan hem toch zelf gebruiken? Ik neem al zoveel in het leven. Het is gewoon ook mooi om dat te geven. Echt? Ja, alsjeblieft. Maak er een mooie dag van. Goed, we staan nu buiten bij het bejaardentehuis. Ik vind het heel leuk om zo meteen naar binnen te gaan, maar ook wel een beetje spannend. Want ik heb eigenlijk echt geen idee of die mensen daar wel weten wat Valentijnsdag überhaupt is. Hou je mond, ik sta te presenteren. En ja, of ze me niet heel raar gaan aankijken. Cadeautjes? Ik wil helemaal geen cadeautjes. Wie ben jij? Wat is YouTube? Mevrouw Tebbe. Ik heb cadeautjes. En waar heb ik dat nu meteen aan te danken? Het is Valentijnsdag, mevrouw. Weet u wat dat is? Ja, februari is het echt. Ja. Ja. En dus, maar ik doe er meestal niet zoveel aan. Nee? Nee. Bloemen krijg ik niet aan van. Nu niet meer, want hij is al 5 jaar dood. Hij is 5 jaar overleden. Dus u bent weduwe. Ik heb een flesje advocaat. Dat is altijd lekker, ja. Zal ik daar dan ook een beetje vla bij doen? Wat is dat? Chocoladevla, hoe is die dat? Ja, dat hoort bij elkaar. Kunt u nog puzzelen? Ik ben gek tegen. Er zijn allemaal borden in. Heel pijn. Vindt u dit lekker onder de douche? Douchecreme. Douchecreme, ja. Juist. Vindt u dat lekker? Ja. Happy Valentine's Day. Hè? Happy Valentine's Day. Gelukkige Valentijnsdag. Oh, ja, altijd. Ik ga hem in de Engels moeten doen. Dat maakt niet uit. Ja, heeft u nog een tas open? Dat is wel zwaar, hè? Dat is ook een heel fijn. Bedankt, jullie. Ja, graag gedaan, graag gedaan. Heel aardig idee. Tot ziens. Hallo, mag ik jou verrassen met een bloemetje namens mij? Aangezien het binnenkort een Valentijn is. Oké. Wil je hem aannemen? Ja, ik ga naar een klant- en zorgorganisatie, dus ik zet hem daar even in. Nou, wat leuk. Zou je het kaartje ook willen voorlezen? Ik hou van jou. Nou. Ja, nee, het weet. Nou, het liefst. Dank we je. Houden van je. Mag ik jullie blij maken met een bloemetje? Altijd. Voor uw vriendin of vrouw? Je mag er wezen, vergeet dat niet. En zo is het maar net, jongen. Dankjewel, hè. Helemaal leuk. Zijn jullie een stel? Ja, ja, ja. Het is binnenkort een Valentijnsdag. Dus ik dacht, hoe leuk zou het zijn als ik u een handje help? Ik geef u deze bloemen en dan mag u ze aan uw vrouw geven. En dat is dan ja, namens mij. Nou, alsjeblieft. Nou, dankjewel. Kijk, liefde hangt weer in de lucht, jongens. Jeetje, ben ik een goed zak. Ja, fijne Valentijn. Dankjewel. Joejoe. Goedendag, heren. Wie van jullie heeft een vriendin? Ja, allemaal. Oh, dan wordt het lastig. Dan moeten we eigenlijk gaan loten. Dan kun je aan dat je vriendje geven Valentijn of zo. Dat is toch wel leuk? Hij heeft jou eerst aangesproken. Ja, dat is wel waar. Dan geef ik vriendin. Kijk eens. Die kun jij een vriendinnetje geven. Nou, maak er een mooie dag van. Jojo. Leuk, hè. Mevrouw, heeft u een relatie? Ja, nu ook met jou. Wel. Ja, wel, hè? Heeft u een intieme relatie met een man? Ja. Nee. Nee. Als ik u deze dan voor Valentijn geef, dan ruikt het tenminste altijd heel lekker. En het is heel lekker. Extra veel kans op de ware. Yay. Tot ziens. Ik word er nou een beetje droevig van. Ik ga het helemaal alleen naar huis. Wie wilt er een bloemetje? Ja, u wilt een bloemetje? Dan is deze voor u. Wilt u een bloemetje, mevrouw? Houdt u van auto's, klassiekers? Nee? Ik neem hem weer mee, ik hoor het al. De happiness. Ja? Houden we van voetbal? Sjaak Zwart? Ik heb Sudoku, kruiswoordpuzzel. Mijn persoonlijke favoriet, een advocaatje. De kosten? Geen idee, maar dat is gratis. Het is een cadeau. Happy Valentine's Day. Hij is een Elvis Presley fan. Nou, dan willen we wel wat horen, hè? I can't drive, I can't walk on. Because I love you too much, baby. Don't cry, daddy. Ja, je hebt iedereen stil gekregen, hoor. Fantastisch. Nou, dat was een romantisch nummer. Geniet van het boekie. Tot ziens. Ik zie een heel lief
schattig stelletje in een raamkozijn van een cafeetje zitten. Hoe leuk is het nou om hun dan te verrassen in de naam van de liefde, in de naam van Valentijn, met een leuk en lekker flesje champagne. Hier achter mij zit een heel schattig stel. Het is rustig, dus ik kan niet hard praten. Maar ik heb dus een flesje cava voor ze besteld. Ik hoop dat ze het leuk vinden. En jullie zien er zo schattig uit met z'n tweeën daar in het hoekje. Dat ik dacht, weet je wat, jullie kunnen wel gewoon een mooi flesje gebruiken, toch? En samen erop proosten. Misschien proosten op de liefde. Geniet ervan. Proost. Hallo. Hoi, zal ik me even bellen? Oh, was je aan het bellen met die man? Ja. Leuk. Heeft hij toevallig al iets voor Valentijn voor hem? Nee. Nee? Dat komt heel mooi uit. Ik heb namelijk iets heel leuks. Ja. Die kun jij dan aan hem geven. Wat lief. Dus dan kunt u uw man daarmee verrassen voor Valentijn. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Superleuk. Maak er wat moois van. Ja, komt goed. Super. Dank je. Heeft u een partner? Ik heb een partner, zeker. Wat leuk. Heb je al iets voorbereid voor Valentijn? Nee. Denk je dat hij hier gelukkig van wordt? Ik had hem over en ik zag je staan en dacht, je hebt vast een gezinnetje en een man die je moet onderhouden. Nou. Yes? Dat gaat mij in de top. Zijn jullie een setje? Oh, niet direct. Ja, Anna, dat is heel veel liefde. Dan geef ik deze aan jullie. Kunnen jullie samen delen, bonbons? Oh, dank u wel. Houdt u van woord zoeken? Ja, daar houdt ze. Ja. Nou, misschien hebben jullie nu al zin in een lekkere bonbon. Het ligt er klaar voor. Zal ik het anders even openmaken? Ga je dat ding openmaken nou? Misschien wil ik hem niet geven. Sorry, dan leg ik hem weer terug. Dan zeggen we... Happy Valentine's Day. Dank u wel. Ja. Heren, heeft een van jullie toevallig een relatie? Zeker. Het is bijna Valentijn. Die kun je aan je vriendin geven. Nou, dat vind ik heel leuk. Hoe leuk. Maar dit is verhaalparfum, of niet? Ja, maar die moet je ook naar geven. Dat is de bedoeling. Oh, nee. Ik heb niet gestolen, toch? Blijf. Nee, ik heb niks gestolen. Nee, het is oprecht afgerekend. Okay, en nou, ik hoop dat je er blij mee kan maken. Sowieso. En vrij veilig, hè? Wees geen Martijn. Ja, iemand moest hem maken. Wat ook een heel erg populair Valentine's cadeau is, is een lingerie setje. Dus dat ga ik doen. Ik ga iemand verrassen. Een wildvreemde ga ik verrassen zelfs met een lingerie setje. Klinkt een beetje gek, maar ik ga het wel gewoon doen. Goedemiddag. Hallo. Ziet u wat moois? Nou, nog niet. Mag ik je ergens mee helpen? Kies iets uit en dan betaal ik het. Want wat vindt u mooi dan? Groen of? Ja, groen. Mag ik je daarop trakteren? Dan doe ik dat heel graag. Nee, zeker niet. Nee, anders is het diefstal van mijn kant. Dat is heel gek. Hoi, goedemiddag. Deze twee alsjeblieft. Ja? Ja, zeker. Dan wordt het 43 euro. Ik hoop dat je er ontzettend blij mee bent. Oké, het is een beetje vreemd om een wildvreemde zomaar een lingerie setje te geven. Maar ik kan je wel vertellen, ze was er erg blij mee. Nou, de eerstvolgende die hier naar buiten komt, is de gelukkige winnaar. Want die is namelijk de 1000ste bezoeker van vandaag. Oh, dit is spannend. Wie is er eerst? Ja hoor, gefeliciteerd. U bent de 1000ste bezoeker vandaag. Jullie hebben namelijk dit gewonnen. Ik neem aan dat jullie een stel zijn. Dan stel ik voor dat jij hem dit cadeau geeft voor Valentijn. Dankjewel. Fijne dag. Fijne avond. Oké, nou, dat zat er weer op. We hebben heel wat mensen blij gemaakt. En dan zien we jullie volgende week gewoon met een normale video. Later.